Hallo allemaal, goedemorgen, welkom bij deze nieuwe video. Het is vandaag 22 mei en dat betekent dat ik vandaag 5 Sauce weer live ga zien. Ik heb ze gisteren ook al live gezien en ze waren echt super goed. En ja, het was echt super leuk. En ik ga jullie vandaag meenemen en ja, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik heb zomaar zelf merch gekocht, dus ik zal jullie even, kom wel even laten zien wat voor merch ik heb gekocht. Dat ligt hier. Gisteren, ik heb dit armbandje gekocht. Ik vind hem echt super leuk. Armbandje kostte 6 euro. En ik heb deze kaart. Ik weet zo niet hoe het heet. Op de voorkant staat Sounds Good, Feels Good. En op de achterkant Sounds Live, Feels Live en alle tourdatums. En dit is dan wat erop staat. Vessels en dan Sounds Good, Feels Good. En ik heb ook de fotokaarten. En ik ben er zo blij mee, want ik vind deze echt super leuk. Ik wou deze echt super graag. Ik wil eigenlijk ook nog een shirt kopen, maar die is uitverkocht helaas. Maar goed. Ik heb ook nog wel een tip voor als je merch gaat kopen, want het is daar echt altijd hartstikke druk. Dus je kan het beste denk ik tijdens het voorprogramma gaan. Of gewoon in de pauze en dan heel vroeg. En met pauze bedoel ik dan zeg maar het stuk tussen het voorprogramma en Five Souls zelf. En dan gewoon wat eerder weggaan. Want dan zijn er niet zo heel veel mensen. En ga het zeker niet op het einde van het concert doen, want dan is het echt zo druk. Iedereen wil nog het dan wat kopen en dan, ja, dat is echt verschrikkelijk. We gaan nu bijna weg, we gaan ze Amber ophalen. Dus ja, we zijn nu eigenlijk zo goed als klaar. Ik heb mijn tas ingepakt en zo. Nou, zoals jullie kunnen zien hier buiten, zijn we nu op weg naar Amsterdam. Nou ja, eerst gaan we nog even de Amber ophalen natuurlijk, maar... We zijn op weg naar Amsterdam en ik zal even mijn tas laten zien. Het is echt, het is nou niet echt een mooie supersonische tas of zo, maar het is wel praktisch. Dus hier zitten gewoon alle kaarten en portemonnee en zo en powerbank en dat soort dingen in. Dus ja, ik heb er echt super veel zin in en het wordt echt geweldig. We staan nu in de rij en het is nog wel een aardige rij. Dus, zien. Maar ja, we zijn er al wel. Nou, we zitten nu in de zitje al. En het voelt echt veel kleiner dan dat ik had. Dan dat ik zeg maar nog weet van vorig jaar. Maar het zal wel een droogje hard laten zien. Nou.
nummer willen jullie heel graag horen vandaag, vanavond? Chance Black Bart. Ik denk Permanent Vacation. Oké. En hebben jullie ook een favoriet? Een favoriete member? Michael. En hebben jullie Faisal ooit eerder live gezien? Nee, nog nooit. Ja, ik heb ze wel gezien als volprogramma bij One Direction. Nee. Dit is de eerste keer. Heb je zin in? Ja. Wat gaaf. Leuk. En ze... Ja, en... Oh,
stage right of 577. What's up? She's from the Jet Black Heart video. She's from there. Hey. Good to see you. So, how you guys feeling tonight? Wait, I learned some Dutch, and I want to try it. I got told I sounded like Dracula, but here it goes anyway. Hoe gaat dit vanavond? Did I do good? I'm just not convinced Amsterdam wants us to ever come back. I just don't know.
right? Let's just say that in a wild universe, that we came back here and we played 17 shows. We need to know that you guys have come to every single one of them. They'll all be free.
Het ging veel te snel. Ja, dat is altijd zo. Het gaat altijd veel te snel. Dus dat is wel jammer. Maar ja, het was wel echt super gaaf. Nou, dit was het dan. Dit was de concert. Ik hoop echt dat jullie de video leuk vonden. Ik vond het echt geweldig. Ik vond het vloggen ook echt super leuk. Echt. Ik vond het echt zo leuk om met fans te praten. En dan, ze waren allemaal zo enthousiast. En het was zo leuk om te zien. Het was gewoon echt geweldig. En het is zo insane dat ik gewoon dit weekend gewoon 2 keer live heb gezien. En het is echt gewoon... gewoon een van de beste weekenden van mijn hele leven. Ik wil Mojo nog... echt super erg bedanken. En ook al de fans die ik zeg maar een beetje mocht interviewen. Ik wil jullie echt hartstikke bedanken. Want ik vond het echt super leuk om met jullie te praten. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik hoop ook als je er niet bij was. Dat je hierdoor een beetje ja, hebt kunnen beleven wat er dan bij zo'n concert gebeurt. En ik hoop echt dat je volgend jaar dan wel kaartje kan krijgen. Of volgende keer dat ze terugkomen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken. Doe alsjeblieft een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Dan weet ik dat ik misschien vaker concerten kan gaan vloggen. En als je deze video nou leuk vond, dan kan je misschien ook subscriben op mijn kanaal. Want ik maak ja, wel vaker video's. Echt dat jullie het leuk vonden en dat degenen die er niet bij konden zijn, ook een beetje het gevoel hebben dat ze er wel bij konden zijn. Ja. En ja, ik zie jullie in mijn volgende video. Doei!